Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Trainer Henk Vrezer heeft met zijn selectie nog één wedstrijd voor de winterstop op het programma staan. De Arnhemmers spelen zaterdag in het Philipsstadion tegen PSV, winterkampioen van het seizoen 2017-2018. En Vitesse heeft de afgelopen twee wedstrijden niet gewonnen en is daarom gebrand op winst tegen PSV. Alweer de laatste wedstrijd voor de winterstop. Ja, het is toch een soort snel gegaan als ik eerlijk moet zijn. En natuurlijk, we gaan er alles aan doen om de winst op in ieder geval goed in te gaan. Ja, dat lijkt me logisch. Sowieso hebben we nog wel nog steeds heel veel te bewijzen aan onze supporters. Maar ik denk ook dat beide ploegen wel moeten. Dat is denk ik ook een voordeel. Ik denk dat PSV net zo moet als dat wij moeten. Dus dat geeft altijd ook weer wat meer mogelijkheden. Yeah, of course, they are first on the table and it's going to be for sure a tough match. But yeah, we just need to do our best and to try to get a good result. Als we de thuiswedstrijd tegen PSV erbij pakken, ging het ook lange tijd toch wel gelijk op. Maar waren we uiteindelijk ongelukkig en verloren met ruime cijfers. Ja, volgens mij begonnen we niet zo heel goed. We vochten ons wel heel goed terug in de wedstrijd. Kwamen vlak voor rust weliswaar gelukkig op 1-1. Maar ja, dat was een ongelukkig moment. De zon, heb ik begrepen. Dat soort zaken. En ja, dat was een behoorlijke tik. En die zijn we eigenlijk nooit te boven gekomen. Dat was wel zonde, want ja, nogmaals, zeker na die gelijkmaker had je het gevoel van, nou, kunnen kijken of we er nou echt een wedstrijd van kunnen maken. Ja, yeah, the first game was, they score 4 goals and yeah, they deserve to win. But yeah, now it's a new game and yeah, we're gonna, like I said, we're gonna try to do everything in our power to get a positive result. Als je naar PSV kijkt, natuurlijk altijd een van de titelkandidaten, maar dit seizoen ook vooral heel veel scorend vermogen. Ja, dat vond ik in die wedstrijd ook, als ik heel eerlijk moet zijn. Wij kwamen op 1-1, maar ik had niet het gevoel dat zij echt in paniek raakten. En dat geeft wel vaak aan hoe goed een ploeg is, hè? Die heel makkelijk met dat soort tegenslagen omgaat. Ja, we weten PSV een uitstekende ploeg is en we weten met name de kwaliteiten voorin. Die zijn heel erg dominant, heel dwingend in balbezit. Dus een ploeg waarin we wel daarvoor gewaarschuwd zijn, absoluut. What's going to be important in a match against PSV? Yeah, just to be focused and to be good like a team and then we can make a good result. Ik denk dat bekend is dat PSV heel veel kwaliteiten heeft, maar vooral in omschakeling naar van balbezit tegenstander naar balbezit. Dus ik verwacht niet dat zij heel hoog druk zullen zetten. Ze zullen ons ook aan de bal laten bij fases. En daarin moeten we gewoon goed zijn. Want als je daarin de bal verliest, dan weet je dat ze hem zo erin kunnen leggen. And you're going back to your former club? Yeah, of course. Yeah, it was a long time ago. But nice to be back. Like also in Groningen. And it's nice to play in the stadiums where you've been. At this moment, you've scored 8 goals in the league. With how many goals are you going into the winter break? I hope with some more and to finish nice the first half of the season. Tot slot, een aantal kleine blessures. Wie kunnen we niet meenemen naar Eindhoven? Sowieso Kruiswijk, Van der Werf, Kolket, Büttner. Ook Tornes natuurlijk met zijn vinger, die zal na de winter gewoon erbij zijn. Maar dit is gewoon net even iets te vroeg, dus die mensen zullen we wel missen, ja. Want Büttner traint wel weer volop mee, maar is nog niet 100% fit genoeg om bij de wedstrijdselectie aan te sluiten. Nee, die is wel een heel eind op weg. Maar dat zal hem ook worden na de winterstop. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.